hell is that? 3, 2, 1. Run, run, run. Yeah! Woo! Peter, we staan bij Nintendo. En wij hebben vernomen laatst dat het tegenwoordig hip and happening is om dingen kort en gestructureerd te doen. Dus deze preview wordt ook heel kort en gestructureerd. Namelijk, Mario Party is een spel met minigames en jij hebt 5 nieuwe minigames mogen spelen. En we gaan er nu stuk voor stuk behandelen. Dus ga er eens even goed voor zitten. Ja. Want minigame 1 is... Hey, ja, doe nou niet zo lullig. Super Mario Party hebben heel veel mensen heel veel zin in. Want Mario Party, Super Mario Party, gaat terug naar de roots. We gaan weer echt gewoon een bordspel spelen. We gaan elkaar weer haten. Het is weer oneerlijk. En het is echt, het draait weer om de leuke, korte minigames. En we hebben onlangs al een video preview gedaan met een aantal minigames. En nou haal ik er nog 5 bij. En dan kun je er een beetje denigrerend over doen. Met je Destiny Forsaken. Ik ga 5 Seasons Passes kopen. Maar nee, Super Mario Party. Het is gewoon vet. Ik pik dit niet. Je pik het niet. Ik merk ten eerste dat je persoonlijk beledigd bent. Dat is niet mijn intentie. En ten tweede, ik wist niet dat Mario Party ooit niet ouderwets leuk is geweest. Ja. Ik dacht dat het altijd plezier was voor de hele familie. Nee, er zijn echt een aantal kutgames verschenen. Maar goed, dat maakt voor het verhaal niet uit. Ik pak mijn telefoon erbij, want de namen zijn een beetje moeilijk. Ik heb een Mariothon gespeeld met een aantal collega's en YouTubers. Waaronder Colijn, ken je die? Volg hem allemaal op YouTube, jongens. Colijn. Die eigenlijk Colin heet. Maar goed, dat maakt voor het verhaal verder niet uit. En ik heb die Mariothon gespeeld. En dat zijn 5... Ik zei, ik had korter gestructureerd beloofd aan de kijkers, hè? Ja, kort en bonden. En we hebben dus 5 minigames gespeeld. Ik ga ze even bij je langs. We hebben begonnen met Barreling Along. Wat is dat? Dat was echt heel erg leuk. Want dan moet je dus op tonnen gaan rollen. Je loopt zeg maar op tonnen. En dat is een soort Mario Kart veld. Waar je ook op versnellingen kan. En je kan in water donderen. En dat is één grote chaos en hectiek. En het was weer ongelooflijk oneerlijk. Maar hoe bestuur je dat met de controller? Ja, met de Joy-Con. Maar heel moeilijk. Want het werkt zeg maar met de as van de ton. Die je zeg maar een soort van rondbeweegt. In plaats van dat het echt secuur werkt zoals Mario Kart. Er zitten riviertjes waar je in kan donderen. Bruggetjes waar je overheen moet. Ik stond onwijs lang. Eerste, maar het was weer zo oneerlijk. Dat ik op het laatst natuurlijk weer van die fucking kutton af werd gebeukt. Dus het was weer lekker frustrerend. Mario, nou goed. De volgende. Structureer even. Ja, is goed even. Wacht even. Geef ze allemaal een score van 1 op 5 Mario hoedjes. Wat is deze? Deze is 3 Mario hoedjes. 4 als je niet had verloren. Ja. De volgende is Sizzling Steaks. Sizzling Steaks. Sizzling Steaks hebben we al... gezien in de vorige preview, maar had ik nog niet gespeeld. In Sizzling Steaks heb je een pan. En die pan, daar zit vlees in, een biefstuk. En die moet je aan alle kanten braden. Maar dit werkt dus met de motion controller van de Nintendo Switch. Dus je Joy-Con moet je het biefstukje moet je omhoog gooien en draaien. Nou, ontzettend frustrerend. Biefstuk kan er ook naast vallen. Gebeurde natuurlijk ook 2 keer. Ontzettend leuk spel. Plezier met vlees. Hoeveel Mario hoedjes? 1 hoedje. Ontzettend leuk. En heel vet. Super tof. Zin in. Nee, deze heeft wel 4 hoedjes. Deze is origineel, die maakt ook gebruik van de motion sensor. Oké. Goed. Mag ik de volgende voorlezen? Ja. Cruisin' for a boozin'. Ja, cruisin' for bruisin', echt voor Leon. Dan moet je ontsnappen aan boksende bruisers. Die komen zo achter je aan. En jij moet met z'n vieren rennen, doe je alleen met de besturingsknop. En dan moet je allemaal dingen ontwijken. Maar ja, als je dat beter doet, dan blijf je vooraan. En als je achter een buis blijft hangen, dan word je opgebokst door die bruising. Oh, ja, heel frustrerend. Heel frustrerend, wel leuk. 2 Mario-hoedjes. Het wordt, ik merk, een glijdende schaal. Nee, want... Oh, die vorige was 4. Ja, het is waar. Variëteit. Trike harder, dan zit je op een driewielertje. Wat een punt, oké. Okay. Ja, mooi, ja, fan en tenant. Trike harder, zit je op een driewieler. Dat vond ik niet zo'n leuk spel. Ik ben niet alleen laatste geworden, maar je moet met de Joy-Con... Je had gewoon kunnen stoppen bij ik ben laatste geworden. Nee, je moet met de Joy-Con moet je zo draaien zodat je trapt, zeg maar. En dat vind ik een beetje gimmicky, dat vind ik niet zo leuk. 1 hoedje. Zo, ja, door de kritisch. Ja, vind ik gewoon geen leuk spel. Maar goed, dat is het leuke aan Mario Party. Soms zit er ook iets heel frustrerends. Je kan ze wegstemmen toch ook? Ja, maar wij niet, want dit was de demo. Maar nee. Straks kan het wel. Gridiron Gauntlet, dat is mijn favoriete. Ja, ga deze voor de 5. Deze 5 hoedjes. 5 Mario hoedjes, hè? Ja. Want je hebt een soort veld en vanaf vierkant veld. En vanaf vierkanten kunnen merken voetbalspelers komen om jou weg te beuken. Dus je moet zeg maar wegstappen. Maar je kan elkaar ook blokkeren, natuurlijk. Je zit met z'n 4 op hetzelfde veld. Ongelofelijke scheldkanonades. Ik heb niet zo goed gedaan, maar dat maakt verder niet uit. Toch 5 hoedjes, want het is een ontzettend leuk spel. Nou, dat klinkt echt
ik denk gemiddeld echt minstens 3,5 voetje, wat een hele goede score is voor Mario Kart. Dus Mario Party. Party. De hele review goed gedaan. Ja, hè? Ik Super review. Mario Party eigenlijk. Super Mario Karty Part. Ja. 8 ligt binnenkort in de winkels. Nu ligt hij in de winkels. Oktober ergens. Oktober. Staat in beeld. Ja, staat hieronder in beeld. Bel dit nummer, pre-order hem nu. En de volledige review vind je op gamersnet.nl. Preview! Het is laat, jongens. Ze staan de hele dag al hier. Het is de laatste preview van de dag ook. Ja. Maar leuk, hè? Die had je niet willen missen, toch, jongens? Hiervoor reizen wij af naar Keulen. Voor korte en bondige video-previews.